ben Stefanie Kriekemans, 19 jaar en ik kom uit Herenthout. Ik studeer momenteel toegepaste economische wetenschappen. Maar ik heb vroeger altijd voor dokter of veearts willen gaan. En ik heb ook effectief de ingangsexamens gaan doen om geneeskunde te gaan studeren. Maar jammer genoeg heb ik een fobie voor bloed. We hebben thuis eigenlijk wel een kleine mini-boerderij. Een paard, Noël. Een Shetlander, Billy. Een ezel, Ricky. Geitjes, honden, eigenlijk noem maar op. Een mini-kinderboerderij, kan je wel zeggen, ja. Ik vond het leukste aan de reis naar Thailand dat je vooral de andere meisjes heel goed hebt leren kennen. Ook omdat we veel van het land zelf hebben gezien. Ik denk niet dat dat een reis is die ik nog snel terug zal kunnen doen. De goede kanten van mijn karakter zijn denk ik dat ik vrij rustig ben. Ik kan veel verdragen van mensen. Ik word absoluut niet snel boos. Mijn minder goede punten zijn dat ik onder andere onhandig ben. Ik ben soms, meestal ook niet zo erg zelfzeker.